In een recent artikel is de persoonlijke informatie over Mark-Marie Huijbrechts defecatiefrequentie aan bod gekomen, tot grote ergernis van de bekende Nederlander. Huijbrechts noemt het artikel onzin en uit zijn frustratie over het gebrek aan relevantie van dergelijke berichtgeving. Hij beklaagt zich over de huidige obsessie van media met trivialiteiten en sensatie, terwijl er belangrijkere onderwerpen zijn om over te berichten. Het artikel, dat door een oplettende redacteur werd geschreven, werd beschouwd als een slappe hap door Huijbrechts. Hij benadrukt dat de stoelgang van een BN'er geen geschikt onderwerp is voor serieuze journalistiek. Huijbrechts geeft aan dat hij niet had kunnen voorzien dat deze persoonlijke details een nieuwswaardig item zouden worden. De overdaad aan informatie over het privéleven van BN'ers heeft ervoor gezorgd dat zelfs in talloze podcasts de gespreksonderwerpen steeds oppervlakkiger worden. Mark-Marie Huijbrechts en Isa Hoes namen bijvoorbeeld hun luisteraars mee op een uitgebreide discussie over hun persgedrag en zelfs over hun hygiënische praktijken na het toiletbezoek. Huijbrechts gaf aan dat hij deze informatie niet relevant acht en dat dergelijke details beter privé kunnen blijven. Naast Huijbrechts zijn er ook andere BN'ers die recentelijk persoonlijke details hebben gedeeld met het grote publiek. Zo heeft Rick Romeijn, de sidekick in een ochtendshow van Radio 538, openlijk verklaard dat er altijd ontlasting op zijn washandje zit wanneer hij zijn billen wast. Zijn collega Niels van Baarle reageerde verbaasd en adviseerde simpelweg grondig afwegen. Het is opmerkelijk dat deze uitspraken geen aandacht hebben gekregen in de media. Het lijkt erop dat er een scheve verhouding is ontstaan tussen inhoudelijk relevante berichtgeving en oppervlakkige sensatie.